Yo guys, we zijn hier vandaag op een unieke locatie in een garagebox van Diederik. Diederik is crossfit trainer ontzettende atleet. En we gaan vandaag hier in deze box wat spelen. Diederik, kun je eens vertellen over wat je allemaal hebt hier? Ja, eigenlijk bijna alles wat in een crossfit box ook gewoon aanwezig is. Dus genoeg om je uit te leven en lekker aan je conditie en krachten te werken. Dus, wat gaan we vandaag doen? Ja, dat gaan we vandaag doen, zeker. Waar bestaat de workout uit? We gaan benen, schouders gebruiken. Wat air squats, verschillende versies van een push press met barbell, dumbbells, hands and push-ups een beetje aan werken. En een beetje springen aan het eind. Komt helemaal goed. Nice, let's go. Warming up. De warming up bestond uit een aantal oefeningen die specifiek bedoeld zijn om de schouders en benen te activeren, omdat deze spieren voornamelijk belast worden in de training. Aan het einde doen we nog een aantal jump squats en kettlebell swings om de hartslag wat omhoog te krijgen. Bij survival en training zou ik van tevoren nog wat cardio doen als algemene warming up. Vervolgens is dit een prima manier om je specifiek voor te bereiden op de krachttraining die volgt. Een goede 6 jaar of zo dat ik nu echt de crossfit manier of methode van trainen volgen. Ik vind het vooral een mooie manier om te trainen. Weet je, er zit zoveel in. Er is altijd wel iets qua techniek waar je je weer op kan richten of iets wat je niet kan, wat je weer kan leren. De profwedstrijden, daar wordt elke keer wel weer iets nieuws verzonnen en dat vind ik ook wel gaaf. Nou ja, het hele sfeertje wat er omheen hangt van iets nieuws bedenken en gewoon kijken waar de grens ligt, dat vind ik wel gaaf. En het is gewoon heel uitdagend. Ja, en de mensen die je tegenkomt, dat trekt toch een beetje de fanatiekelingen aan. Ja, zoals dit ook, weet je, dat jullie dan even komen trainen. Er is altijd wel iemand te vinden die eventjes stuk wil gaan, zeg maar. Als je ongetraind vol erin gaat of technieken niet goed beheerst, ja, dan kan iets gevoeliger zijn dan misschien als je alleen maar een rondje gaat hardlopen. Ja. Dat is het enige nadeel aan crossfit. Er hangt een beetje een sfeertje omheen van je moet volle bak en het moet RX. En als je dat niet kan, dan tel je eigenlijk niet mee. En daarbij verliezen mensen soms wel de focus op hun eigen veiligheid en hun eigen fysieke 100%. Kunnen. Dat je eerst iets goed moet leren voordat je iets hard moet willen kunnen, zeg maar. Het was een lekkere workout afgelopen vrijdag. Het is inmiddels zondag. Gisteren heeft Niels die 200 swingovers gepakt. De voorbereiding van die 1000 swingover challenge. Maar daar komt volgende week een filmpje over. En vandaag zijn we weer bij de trainingslocatie van Thor. Om onze eerste survivor en training te pakken. Ik ben niet alleen. We zijn met Niels, we zijn met Tim, we zijn met Annemarie, we zijn met Huug. We hebben een heleboel leuke mensen. En we gaan gewoon even lekker potje klimmen. Check it out. Beetje roestig man. Beetje stoffig. Ik denk dat half survivor in Nederland met je eens is. Ja, ja. Kan het wel. Echt weer even wennen. Maar is met alles zo, hè. Na een paar maanden dan ben je weer fit genoeg. Zet hem op. Je voelt het gesteld toch wel. Nice. En ja, Jurian, ik heb even je stijl gejat met de bandana. Ah, het is gewoon tof, toch? Oh, er zat helemaal geen klem. Dit is Annemarie uit Groningen. Hallo. Kent van uitspraken als... Zit er lekker in? Vind je zelf dat het gaat? Of zo kan je dus niet zijn? Voor morele support moet je wel Annemarie zijn. Precies. De eerste aanpak sinds 2 maanden. Lekker, hè?
het doet zeer. Ik ben niet meer gewend, maar het is echt wel lekker. Alles doet me gewoon zeer nog, hè? Zo. Nog meer te zeiken, Niels. Nou, in principe was jij ook lekker bezig. Jongen. Zo is het wel. Zo! Dat is voor de rug. Ja. Hoe heet deze techniek? Chicken wing. Wat is het geheim van de boswachtzon? Heel veel swingovers, rustig afdraaien, dat heel vaak doen en daarna andersom. Duidelijk. Zoals Joe zou zeggen, toast to bar en dan optrekken. Klaar! Hier! Ja, precies. Ja. In principe twee. Hoeveel ga je er doen, Jeroen? Mijn haar doen, wacht even voor. Oké, we zijn hier bij Tor. We hebben een nieuwe hindernis, een waterhindernis. En de naam is de Venderier. Dat was het iets? Nee, dat was hem. Come on! Yes! Thank you, Austin! Nou, zo'n nieuwe hindernis vraagt om een nieuwe challenge. Dus we zijn totaal niet fit, maar het is wel een mooi moment om een nulmeting neer te zetten. 3, 2, 1, go! Vond je zelf dat het ging? Genoeg ruimte voor verbetering, denk ik. Maar het is in ieder geval een tijd. Hij is gezet. Nu staan jullie om hem te verbeteren. Succes! Zittend? Nee. Wat? Ik heb ooit geklommen. Nee. Voor de eerste keer. Zie je die spierballen van die man?
Tim. En ondertussen doet Jeroen even 10 push-ups tussendoor. Hij heeft zijn push-up challenge 100 per dag. Damn! Niet afleiden. Oh, wat het over met Diederik. Maar je ziet het ook met Survivor Run. De verleiding is weer groot om meteen weer helemaal naar de Getsi te gaan. We hebben 1 nieuw hindernis. En het is niet even rustig klimmen. Nee, het is meteen challenge na challenge. Oh, wees voorzichtig jongens. Leef voorzichtig. En dat zeg ik net zoveel tegen jullie als tegen onszelf. Die verleiding is groot om weer meteen stuk te gaan en je lichaam helemaal kapot te maken. Maar dat is niet handig. Rustig aan weer opbouwen. Come on. Guys, dit was hem weer. Vandaag een klein beetje gespeeld, een klein beetje geklommen. Volgende week zien jullie mijn 200 swingover challenge. Dus op de voorbereiding, 1000 swingovers. Jeroen heeft mij uitgedaagd. Bekijk het filmpje, kijk hoe het daar ging. Ik heb er vandaag wel wat zwaar mee gehad, kan ik je vertellen. Vond je dit nou vet? Duimpje omhoog. En vergeet natuurlijk niet te abonneren op Survivor & Coaches. Wij zien jullie volgende week. Later. Nou, dit was hem weer. Dit was hem weer. Nou, dit was hem weer. Dit was hem weer. Maakt hij dezelfde grap in take 2? Dat is echt zo slecht.